Ons plan gaat eigenlijk over bouwen met hout, stro en klei. Net als dat de oude Friezen dat vroeger deden. En wij geloven heel erg dat de samenwerking van deze materialen veel kwaliteit toevoegt aan het bouwen met biobased materialen. Het nieuwe plan is eigenlijk een samenwerking van de hoogteverschillen in het landschap. Dus het nieuwe relief wat gevormd wordt. Samen met de sculpturaliteit van de bouwblokken. Waarin ook verschillende hoogtes zitten, verschillende dakvormen. Er zullen grote vijvers worden afgegraven. Er zullen kleine oevertjes erbij komen. En de hoogteverschillen die zullen ontstaan door de verschillende bouwblokken. Die zullen eigenlijk nieuwe leefomstandigheden creëren voor mensen, planten en dieren. Ja, je kan je voorstellen dat het echt een nieuwe manier van wonen wordt in een gezond en natuurlijk landschap. Ja, deze woningen hebben aan de achterkant een klein privéterrasje, maar grenzen eigenlijk zo snel mogelijk aan deze gedeelde binnentuin. Dus die connectie vanuit die woning naar die binnentuin zal ook heel sterk zijn. We proberen er ook voor te zorgen dat door het toepassen van de juiste materialen op de juiste gevels, en het planten van bomen op de zuidkant van de gebouwen, dat de gebouwen zo min mogelijk afhankelijk zijn van installaties. En daarbij zijn de biobased materialen zoals stro en hout zullen helpen om het binnenklimaat van deze woningen ideaal te maken. Ik heb hier een schep in mijn hand, omdat we de bouwmaterialen die we toe willen passen in Nieuw-Oud-Oost hier direct uit de grond halen. En een deel van die grond die wordt gebruikt om de locatie op te hogen, maar een groot deel van die grond blijft ook over. 70% van deze grond bestaat uit hele zuivere, sterke zeeklei. En deze zeeklei die gebruiken we om kleistenen te maken. Ruwe, ongebakken stenen die hier in het stadion geproduceerd zullen worden. Dat is eigenlijk een soort verbinder tussen dit kleilandschap en de oude bakstenengevels. Het grote voordeel van dit materiaal is dat het hier lokaal aanwezig is, dus we hebben geen transport van het materiaal. Ons project draagt bij aan een nieuwe bouwcultuur vanwege eigenlijk de combinatie van verschillende bouwmaterialen. Ja, we combineren geprefabriceerde, kostenefficiënte houten prefab modules met lokaal gewonnen materialen. En eigenlijk deze combinatie van materialen die versterken elkaar. En die zorgen er eigenlijk voor dat het palet van biobased bouwen vergroot wordt.